eigenlijk met jou? Waar ben je vandaag allemaal mee bezig? Het is voor mij nog een beetje zoeken, niet echt. Hè. Het is een aanpassing geweest op het moment dat je stopt. Maar ondertussen zijn we eigenlijk een zaak gestart die vooral in het wielrennen actief is. Ik denk dat mijn expertise daar vooral ligt. En dat gaat van wedstrijden organiseren tot het management van renners. Dus eigenlijk heel veel in het wielerpeuren. Ja, en op welk moment in je carrière wist je van oké, ik wil stoppen? En wist je op dat moment al van wat je ging doen? Of was het echt zo van oké, ik wil stoppen, maar ik heb eigenlijk nog geen idee van wat ik erna ga doen? Nee, in mijn geval is het een beetje een proces geweest, denk ik. Je voelt het aankomen, zwaar gevallen, moeite om terug te komen. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker het ook wordt. En het afscheid eigenlijk ziet naderen, is het gewoon nog op een gegeven moment kunnen toegeven aan je eigen, want het is beter dat ik stop. Uiteindelijk was het zover, maar dat geeft wel de tijd dan om een beetje na te denken van wat brengt de toekomst, wat zijn mogelijkheden. Dus op zich was het niet zo'n... niet zo'n overschakeling. Nee, we zijn bijna meteen direct in iets anders kunnen stappen. Mis je de fiets? Want oké, je bent nog actief in het wielrennen. Mis je de fiets? Mis je op de fiets zitten? Dat is heel dubbel. Dat is heel dubbel voor mij. Als ik tegen mij zou zeggen van ik ga nu trainen en ben terug op het niveau van voor uw valpartij, dan zeg ik ja, ik ben weg, ik ga trainen. Maar het ging niet meer fysiek. En, op dat gebied mis ik dan de fiets niet. Dus de laatste jaren was het niet echt leuk meer voor mij. En ik mis het niet. Ik hou nog altijd van de fiets, maar op het moment is zelf fietsen niet aan mij besteed. Jij bent een wielrenner die gestudeerd heeft, hè, die toch wel zichzelf ook persoonlijk ontwikkeld heeft. Dat gebeurt niet vaker, dat gebeurt in weinig sporten. Heb je daar onmiddellijk voordelen van ondervonden tijdens je carrière? Tijdens de carrière ligt de focus natuurlijk hoofdzakelijk op de sport. Maar ik ben wel te bewust van geweest, het is tijdelijk, het is een aantal jaren, het kan ook sneller gedaan zijn dan je soms denkt. Ik ben er uiteindelijk zelf ook een voorbeeld van geworden. Maar ik denk dat het vooral iets is dat je na carrière de draad bijna meteen kunt oppikken, bepaalde ideeën hebt. Ik denk dat er altijd een plan B moet zijn. En daar ben ik me wel altijd van bewust geweest. Zou dat de boodschap zijn die je altijd zou willen meegeven aan jonge renners? Hè? Want je hebt vandaag een heleboel jonge renners die doorbreken in België. Heel plots een heel mooie generatie die eraan komt, allemaal 20, 21, 22 jaar hier. Zou dat de belangrijkste boodschap zijn die je hen meegeeft? Van ontwikkel jezelf tijdens je carrière, want ooit stopt het? Uiteindelijk ja, het is een bepaalde periode, het is heel leuk, je moet ervan genieten. Als het goed gaat, dan kun je ook deftige boterham mee verdienen. Maar het is tijdelijk en altijd een beetje verder denken dan vandaag. Dus ja, plan B is misschien wel het beste. Ik wens je alle succes toe in je na carrière. Merci.